Dames en heren, welkom in wat ik mijn salon noem. Want ik voel me hier omringd door louter vrienden en dat is wat past. Want ik wil het graag met jullie hebben over wat ik beschouw als het allermooiste genre in de muziek, het lied. En liederen vragen om intimiteit, om nabijheid en vriendschap. Dus met veel plezier stel ik jullie mijn vrienden voor. Dat zijn Bart Visman, componist. We horen een paar liederen van hem. Mark Pantus, bas bariton en waar nodig levert hij tekst. En Phyllis Verwerda aan de vleugel, die gaat alles naadloos aan elkaar lassen. Waarom is het nou zo mooi? Wat is de magie van het lied? We gaan er een paar laten horen, een paar sterke voorbeelden. En ik denk dat we een behoorlijk verrassende keuze hebben samengesteld. Laten we dus ook meteen in het diepe duiken met Zahnwee van Bart Visman op tekst van Heinrich Heine. Is proza tekst trouwens. En Heine was een geboren ironicus, maar hij was geboren in de 19e eeuw. Dus ook romanticus. Dus, en als je de romantiek samenvat in één zin, dan is het dit. Het leven is gewoon kloten. Maar gelukkig behandelt hij dat met ironie. Dus ik kan nou wel gaan zitten grienen om het feit dat mijn lief weg is en dat ik een gebroken hart heb en liefdesverdriet. Maar de echte pijn, die zit daaronder. Ik heb kiespijn in mijn ziel. Van Bart Visman. Sie war liebenswürdig und liebte sie. Er aber war nicht liebenswürdig und sie liebte ihn nicht. Altes Stück. Und wegen dieser dummen Geschichte haben sie sich totschießen wollen. Madame, wenn ein Mensch sich totschießen will, so hat er dazu immer hinlängliche Gründe. Darauf können sie sich verlassen. Aber ob er selbst diese Gründe kennt, das ist die Frage. Bis auf den letzten Augenblick spielen wir Komödie mit uns selber. Wir maskieren sogar unser Elend. Und während wir an einer Brustwunde sterben, klagen wir über Zahnweh. Madame, Sie wissen gewiss ein Mittel gegen Zahnweh. Ich aber hatte Zahnweh im Herzen, das ist ein schlimmes Übel. Und da hilft sehr gut das Füllen mit Blei und das Zahnpulver, das Bartold Schwarz erfunden hat. Wie ein Wurm nagt das Elend und nagte. Der arme Chinese trägt keine Schuld. Ich habe dieses Elend mit mir zur Welt gebracht. Es lag schon mit mir in der Wiege. Und wenn meine Mutter mich wiegte, so wiegte sie es mit. Und wenn sie mich in die
es erwachte. Sobald ich wieder die Augen aufschlug, als ich größer wurde, wuchs auch das Elend und wurde endlich ganz groß und zersprengte mein anderen Dingen sprechen, vom Jungfernkranz, von Maskenbällen. Von Lust und Hochzeitfreude. La 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 la. La 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 la. Ja, laten we maar vrolijk zingen, hè? De brandende puinhopen, Bart. Nou ja, als het toch hopeloos is, kan je het ook. Kan je er maar beter bij zingen, zeg maar. Is dat toch een kernachtige samenvatting van jouw levensvisie? Ja, maar het gaat om liederen, dus je hebt maar een paar minuten om het. Dat is volgens mij de krachtrol. Je moet tot de kern doordringen. Zeker, ja. Nou ja, tot de kern. Kijk. Ik vraag me bijvoorbeeld af of ik niet sommige elementen van deze tekst te serieus genomen heb, hier en daar. Heb je ze te serieus genomen? Nou, misschien ook niet hoor. Ik weet je, ik heb het zelf geschreven en je bent dezelfde al niet meer, zal ik maar zeggen. Ik vind dat deze componist nog wel mooi gedaan heeft. Je kunt je afvragen of die overal de ironie begrepen heeft. Nou ja, dat is, het is een beetje de leidraad van dit programma, denk ik. Hè? Ironie, soms zwarte humor. Ja. En dat is heel interessant voor een componist. Want nou ja, ironie is natuurlijk meer dan, laat ik zeggen, een grapje maken over de ellende. Het is alles wat in wezen wat het omgekeerde is van wat je zegt. Dat vind ik altijd eigenlijk een hele mooie definitie voor mij. Hoe werkt dat in noten? Het is niet wat het is. Ja. Zo. En daar voel je je thuis bij? Nou, dat gaat denk ik vanzelf. Kennelijk maakt dat deel uit van het spul waarvan ik gemaakt ben. Omdat je ongrijpbaar wil zijn? Nee, ik wil niks. Dat is heel belangrijk, niks te willen. Het is eigenlijk veel. Want voor het weet ga je namelijk iets willen wat het niet is. En dat is nog weer iets anders dan de zaak omdraaien. Ja. Snap je? Bij Heine is het trouwens wel vaak zo dat het echt ontzettend geestig is en heel, heel erg tegelijkertijd. Ja. En dat is aantrekkelijk, toch? Voor jou. Ja, maar kijk, het is ook gek dat soms verkeerd begrepen wordt. Verkeerd tussen aanhalingstekens, want wie ben ik om te zeggen hoe het moet of hoe het zit. Dat is het moeilijke aan ironie, dat is dat het verkeerd begrepen wordt. Ja. Dat is ook niet erg, trouwens. Een wijs man heeft ooit tegen mij gezegd: Bart, jij kan niet bepalen of iets geestig is voor een ander. Als ik zeg, ik begrijp niet waarom hierom gelachen wordt, ik vind het heel erg. Dit? Nou, bijvoorbeeld dit. Later komen er nog een paar voorbeelden van tegen. Ik vind het oergeestig. Ik loop even naar Mark toe, want jij hebt veel met Heine, volgens mij, Mark. Voel jij je een zielsverwant met die ironicus? Ik denk het wel. Als je het leest, is het alsof er iemand in de huidige tijd met je spreekt. Dat is misschien wel het belangrijkste eigenlijk voor waarom je het überhaupt wil lezen. Maar ik vind het heel erg fijn hoe die man met zijn eigen
leven omspringt, zou ik maar zeggen. En, dat hij er is, dat hij er überhaupt is. En hoe hij daar rekenschap aan geeft en kont van doet. Dat... Leef jij ook zo dat je door de humor, de zwarte humor, de ironie, je hoofd boven het moeras weet te houden? Ja. Sorry, nee, maar het is een beetje moeilijk om het te zeggen natuurlijk. Kijk, ik ben wel iemand die meerdere keren per week, soms zelfs iedere dag, zich afvraagt wat ik hier in godsnaam te zoeken heb. Dat bedoel ik. En de antwoord is er niet. Waarschijnlijk niks. Waarschijnlijk heb je niks te zoeken, maar ondertussen kun je wel iets doen waardoor je het mooier achterlaat dan je het gevonden hebt. En denk dat het is een beetje. En dan kun je vervolgens niet doen, oh, de wereld is zo mooi. Ja, heel veel dingen zijn mooi, maar ook heel veel dingen zijn niet mooi. En het geeft geen pas om alleen maar de schoonheid te zien en de rest onder de tafel te vegen, omdat ons dat niet uitkomt. Met duimpjes omhoog. Nee, duimpje naar beneden, ook heel belangrijk. En dan zingen, zoals het volgende lied, Elegie, uit de cyclus van drie. Drie bespottelijke liederen. Speciaal voor jou geschreven, nou dat begrijpen we natuurlijk wel. Door Thomas Beyer, pianist. Maar in dit geval dus uitgevoerd door Felix Verwerda. En jij, nou je red je maar hè. Ja, erg, hè? Maar ook zo ongelooflijk geestig. Ja.
Hij zet zich in met één... Ik vind het ook een talent, hè, Thomas Beyer. Dat hij dit en de tekst schrijft en de muziek. Nou, als je liederen schrijft, is daar best iets voor te zeggen. Ik zou dat niet kunnen. Of het zouden hele stomme liederen worden. Ja. Maar hij plaatst zich in één keer in de traditie van Heine. En in Nederland, als het om dichters gaat, en Piet Paaltjes. En daar moest ik ook aan denken. Van, ja. Maar jij vindt het vooral erg. Ja, maar het is, luister, dat is geen discussie. Het is niet, nee, maar het is erg of niet? Het is, hoe laat je zien hoe erg het is? Ja. En dat kan je dus inderdaad doen door ontzettend zielig en tragisch te zijn. Dat is ook heel prachtig. Er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Maar dat kan je ook doen door erbij te springen en te dansen en op je kop te gaan staan. En dan is het effect misschien nog wel groter. Anders, ja, zeker. Ja. En dat kan inderdaad hartverscheurend. En bij jou komt het dieper binnen, denk ik. Nou, ik vind het zo gaaf, dit lied van Thomas Beyer. Omdat ik het niet kende. En omdat ik hem fantastisch vind. En dit kan hij ook nog. Ja, dat is ook erg trouwens. maar we eindigden allebei met tralala. Ja. Daar beneden tot er niets meer over is. Ja. Leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Een verrassende link is dat. Als je een lied schrijft, waar zoek je dan naar? Je houdt van liederen, hè? Je wil graag liederen schrijven. Ja, heel graag. En heel graag in het Nederlands. Waarom? Omdat het is onze taal. Ja. En niemand doet het. Nou, dat is niet waar. Maar weinigen doen het. Sowieso worden er niet veel liederen meer geschreven. Dat vind ik jammer. Het is alleen te verklaren doordat liederen altijd huismuziek zijn geweest. Alle liederen van Schubert en Schumann zijn geschreven om thuis voor vrienden te zingen. Zoals hier eigenlijk. Zoals nu en hier, zeker. Ja. Maar weet je, dat was ook in een tijd dat mensen iets te doen moesten hebben. Ja. 's avonds en zo. Of in de betere kring als je niks anders te doen had. En je kunt je tijd slechter doorbrengen, denk ik. En laat ik zeggen, die reden om liederen te schrijven en te zingen is weg. Het is het kunstlied, dat is denk ik de juiste vertaling van melodie en lied. Kunstlied, een miserabele term een beetje. Ja. Dat soms aanschuurt tegen de slager. Ik hoor soms net even, ook even in die wals, Marco Borsato langskomen. Ja, ik weet niet of het een compliment is, Mark, maar... Nee, maar... Ik ga ervan uit dat je dat komt niet meer. Kunnen Thomas nog vragen later. Maar goed, dat is ook een mooie... maar dat is ook echt eigenlijk iets van ironie. Dat is dat je met stijlijk speelt. En ik weet niet of het spelen is. Bij Poulenc, die we straks ook horen, heb ik altijd het merkwaardige gevoel. Ik weet wel dat er iets uit de café-concert, uit café komt, de chanson. Maar dat is het niet. Ja. Dus toen je eerder vroeg van ja, ik vind ironie vaak moeilijker dan een ander, omdat ik het vooral erg vind. Dus ik lach er niet zo gauw om. Bij Poulenc heb ik precies hetzelfde. Ik weet het wel, ik hoor het wel, dat er een barpiano bij is. Maar het is echte muziek. Ja. En het heeft niets meer met stijl te maken. Nou, dan barst je een snik uit. Poulenc zometeen. Eerst Schumann. En dan loop ik even naar de vleugel. Want die noot, want dan hebben we het over ironie, hè? Maar als je deze noten hoort, dan heeft het helemaal niks meer met ironie te maken, toch? Aus den Hebräischen Gesängen van Schumann. Vraagt het aan mij? Ja, ja nee, ik vind dit niet ironisch, of ik moet het niet begrepen hebben. Maar dit lied is op tekst van Byron, eigenlijk. En dat vertelt eigenlijk over de potentie van muziek om emoties naar buiten te brengen. En dan natuurlijk vooral de meest erge emoties. En dat hoor je eigenlijk als het begint. Dat begint met één toon en die breekt eigenlijk gewoon. Die verliest het. Weet je, het gaat gewoon eigenlijk, het begint gewoon gelijk te huilen eigenlijk. En dan later in het lied, dan komt er ook nog een troostrijke, zeg maar, een beweging in die heel troostrijk is. Dat denk ik tenminste. En die voor mij verbeeldt dat, niet zozeer dat het verdriet overgaat, maar dat het wel helpt als je kan huilen.
aus den Hebräischen Gesängen van Schumann. Mark Pantes, Phyllis Ferwerda.
Zo. Elk lied lijkt wel een kopstoot. Hè? Vind je niet? Ja, prachtig. Schumann. Schumann. Kun je best je leven aan wijden, liederen van Schumann. Maar inderdaad, ik ben het met Phyllis eens. Daar zit geen ironie totaal in. Niet. Dit is het ding, ja. Dit. Zo. Ja, en dat kan ook. Dat kan heel goed, ja. Zeker. Maar heb jij veel naar Schumann geluisterd of gelezen, hè, de partituur bestudeerd, als lyricus, als iemand die zelf van liederen houdt? Wat is zijn kracht als je nou zo'n lied hoort? Nou, voor mij in ieder geval dat de indruk zou kunnen ontstaan dat het alleen zo kan. En niet anders. Want ik zou het altijd leuk vinden om één gedicht en dan te kijken hoeveel componisten hebben dat gedicht gecomponeerd. En hoe groot zijn dan de verschillen ook? Nog afgezien van kwaliteit, weet je, of van inventie. Maar wat heeft de componist begrepen? Het leuke is dat er zijn dichters die we kennen omdat de componisten zijn, die hun gedichten hebben gecomponeerd tot liederen. Bijvoorbeeld met Éluard is het zo, dat wist Éluard ook, dat zijn roem had hij te danken aan Poulenc, die zo van zijn poëzie hield. Ja, gelukkig zijn er componisten. Ja, nee, maar en dan nog eens wat, je zou ook kunnen denken. Poulenc begreep dus die poëzie heel goed, als er iets te begrijpen valt. Éluard begreep helemaal niet waarom Poulenc die liederen zo componeerde. Nee, maar is dat hij had niet eens de indruk dat Poulenc ze kende, bij wijze van spreken. Maar dat zou dus ook kunnen komen, dat maak ik voor later, omdat Éluard niet zo gek op muziek was. Ja, tuurlijk. Maar het is een bekend verhaal van Ravel, die Histoire Naturelle heeft gecomponeerd en dan naar de dichter toe gaat, Jules Renard, om ze voor te spelen. En Jules Renard zegt, ja, wat heeft u daar nou aan toegevoegd? Wat een hele goede vraag is, want voor een dichter is het gedicht volledig. Wat doet een componist daar dan nog mee? En Ravel heeft zijn best gedaan, dat staat allemaal in de dagboeken van Jules Renard, Renard uit te leggen van nee, het is niet dat ik iets wil verbeteren aan die gedichten. Dit is ik ben componist, dit is wat ik daarmee heb gedaan. En zo moet je luisteren, hè? Hoe de componist het gedicht leest. En je moet je ook helemaal niet afvragen of de componist het gedicht wel begrepen heeft, bijvoorbeeld. Want nog afgezien van de vraag wat er te begrijpen valt, het kan zijn dat die componist het helemaal verkeerd begrepen heeft. Ja. Ik heb wel eens begrepen dat Schubert de ironie van Heine niet begreep. Schumann zeker ook niet, volgens mij. Nou ja, Schumann was zeer literair begaafd. Hè? Literair begaafd ook. We gaan schakelen naar Poulenc. Daar hou je ook heel van. Graag, ja. Ik hou meteen mijn mond. Je houdt meteen je mond. Dat is wel jammer altijd. Want jij houdt ook heel erg van Poulenc. En dit is Mazurka. Poolse dans. Geschreven niet op tekst van Éluard, maar van Louise de Villemorin, die wel goed bevriend met Poulenc was. En die ook heel erg van zijn muziek hield. En zij begrepen elkaar heel erg goed. Hij hield heel veel van haar. Wat is dit voor lied? Dit is ook een lied met heel tegenstrijdige kanten, met iets heel lichts en daar ook een ondertoon van heel veel diepgang en misschien zelfs wel een beetje cynisme in. Mazurka van Poulenc en de Villemorin. Des mains tombées, les guilles, les
tante, dire oui, dire non, fantaisie, faut danser la certitude dont les pas compteront. Oh, le doux pas des prudes, leur silence profond font ainsi. Dat is een mooi voorbeeld van waar we het net over hadden. De dichter die heel lichtvoetig spel speelt met de taal, met dat, de klank fon, als in au fond. Dat heeft tientallen betekenissen bijna in dat ene liedje. Als een soort. En Poulenc die daar de melancholie uit naar boven haalt. Ja, ik denk dat bij zo'n lied hoor je wie Poulenc is. Ja? Het is ook heel fijn dat Poulenc zich nooit. Niet, schaamt bedoel ik niet. Hij kan alleen maar zichzelf zijn. Daardoor kan het ook gebeuren dat Poulenc een lied schrijft waarvan je je kunt afvragen. Ik begrijp die muziek niet bij dit gedicht. Maar het is maar goed dat hij het geschreven heeft. Ja. Want het is Poulenc. Het is, ja, maar het is altijd, dat is persoonlijkheid. Ja. En dat is wat dat een componist is altijd goed. Ja, zeker. Ja, zeker. We gaan schakelen naar het hoogtepunt. Dat zijn drie liederen van jou, tot slot, uit de cyclus Zeven levensliederen en een aanslag. Geschreven, notabene, door Mark Pantus. Gedichten van Mark. Mark. Dus je bent, hij is ook nog beeldend kunstenaar, dames en heren, maar ook dichter sinds een tijdje. Maar je verveelde je? Nee. Ja, god, ik wil me zo niet noemen eigenlijk. Ik schrijf gewoon iets op en dat is het dan. Dan begint de ironie alweer, ja. Nee, dat is geen ironie. Het bittere. Goed. Ik weet weer hoe het was. Je hebt me eerder gevraagd, hoe zat het nou precies? We hebben samen gewerkt in een stuk wat Bart schreef voor het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest. En toen heb ik mijn eerste serieuze gedicht geschreven. En dat werd dus meteen uitgevoerd, het Groot Orkest en Groot Koor in het Concertgebouw van Amsterdam. En jij zat op de wc. Nee, ik zat daarbij en ik zat in de zaal, ja, en ik dacht, mooi. Ja. En toen kreeg Bart de vraag van Peter Gijsbers over een cyclus, en toen heeft Bart tegen mij gezegd, ik wil het op jouw teksten doen, en toen ben ik gaan schrijven. Dus eigenlijk ben ik op verzoek schrijf ik wat op. Zondagsdichter. Ja, een beunhaas noemt Erik Bindervoet mij, ja, beunhaas. Ja, dat is echt een dichter. Ja. Ja, ik ben een beunhaas en ik heb er heel veel plezier aan. Waar gaat het over? Het zijn dus allemaal liederen over teksten over dat je leeft. En dat je, wat je daar dan mee moet, eigenlijk, zal ik maar zeggen. En, hoe dat je niet weet wat je ermee moet. En ondertussen probeert het zo een beetje leuk te maken. Kon jij ermee uit de voeten, ja. Bart? Ja. Wat las je erin? Waardoor je dacht, hier kan ik iets mee als componist. Nou, ik ga nog maar eens benadrukken dat componisten, ik spreek over mezelf, maar ik zeg iedereen, vaak ook niet per se weten waar het over gaat. Voor mij is het in elk geval belangrijk, en dat was bij Marx gedichten, meteen, ook met dat allereerste gedicht voor koor en orkest, dat De Jaren heet trouwens, dat het meteen zingt. In mijn fantasie. Dus het heeft eigenlijk, het gaat onmiddellijk, die
die verbinding aan zijn gedichten met mijn muziek. Ja. Daardoor worden het vreemd genoeg, en zo gaat het altijd, mijn liederen. En zit hier, Mark kennende, ook diezelfde zwarte humor in? Weet je, ik noem het niet zwart, maar misschien Mark wel... Ik noem het zwart. Het is ontzettend geestig en opnieuw heel erg. Zeker, wat betekent het om te leven? Want dat is wat we doen. Soms betekent het niet veel goed. En dat kom je in Marks gedichten vaak tegen. En ik denk dat daar ook een reden is waarom het dat zo goed werkt. Omdat het gevoel me niet vreemd is. En omdat ik blij ben dat iemand het heeft opgeschreven. Zodat ik dat mag hebben. En je eigen mag maken. Ja. 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 Het gaat toen naar de tederheid. Dat is het laatste. Geen graf. Daar zit de tederheid in. Maar we beginnen met verjaardag. En toverspreuk en tegenspraak. Dus nogmaals, uit 7 levensliederen en een aanslag van Bart Visman op tekst van Mark Panters, die ze zelf zingt met Phyllis Verwerda aan de vleugel. Zet je schrap. Kreeg het cadeau. Ik kreeg het ongevraagd cadeau. Je krijgt het niet cadeau, zeggen ze dan. Maar je krijgt het wel cadeau. Dank je de koekoek. En nu? Als iemand vraagt, hoe komt het toch dat jij geestig gecultiveerd, leuk voorkomend, kunnende koken, misschien niet knap, maar toch zeker ook geen monster. Alleen bent, dan zeg ik altijd, ik ben in de wieg vervloekt door een heks. Maar die heks is nu de mens. Behept met Alzheimer's disease. Dus ik zoek haar af en toe nog op en duw haar in de rolstoel voort langs paddenstoelen en Mark, heb ik ook al lang niet meer gezien. Zo heet ik. Thank you.
ik hoef trouwens geen graf. Maar wat ik wel fijn zou vinden, is als er ergens een vaantjesboom geplant kon worden. Meestal als ik jarig ben, of was tegen die tijd, maar dat hangt er ook van af of het voorjaar zeer warm geweest is, of juist koud, dan kan het al geweest zijn, namelijk. Of moet nog komen, witte zakdoekjes in de boom hangen. Heel erg veel, dat is de bloesem. Te wuiven. De troost van de tederheid van de muziek. Dank jullie wel.